Welkom, Ruben Woldrik van Company Info. Wij staan hier op het congres wat gaat over de WWFT. En we hebben eigenlijk net gehoord dat 1,4 miljard aan kosten worden uitgegeven om die WWFT uit te voeren. En dat het maar 260 miljoen oplevert. Dus ja, dan kun je afvragen, hoe effectief is dat, hè? En jullie als bedrijf zijn natuurlijk bezig om ook data te leveren voor organisaties. Om dat ook slimmer te doen. Kun jij iets meer over vertellen hoe jullie organisaties kunnen ondersteunen bij een effectieve uitvoering van de WWFT? Zeker, zeker. We zijn natuurlijk dataleverancier voor de bedrijfsinformatie. Wij bouwen bepaalde algoritmes om bepaalde tooling te maken. En uiteindelijk hebben wij de nieuwste parel, de KYC-app, gelanceerd vorig jaar. Dat is eigenlijk om de KYC-expert het wat makkelijker te maken. En met bepaalde processen, bijvoorbeeld de UBO, sneller boven water te halen. En wat doet zo'n KYC-app? Kun je dat even kort schetsen? Eigenlijk heel simpel. Wij maken gebruik van Kamer van Koophandel informatie. Daar worden bijvoorbeeld uitreksels uitgepeld. Dat gaat eigenlijk geautomatiseerd, pellen we naar boven af wie dan de uiteindelijke belanghebbende is. En vervolgens kunnen we daar een compliance check op bedrijf en persoon gaan doen. Uiteindelijk kunnen we ook geautomatiseerd een risico bepalen. Dat is aan de klant zelf wat dan de risico's zijn, hè. Dus kan een landenrisico zijn, kan een SBI-code zijn. En daar kunnen we dan eigenlijk geautomatiseerd een soort uitroepteken bij zetten van, hey, let op, hier ligt een risico. Ja. Dus als je goed begrijpt, jullie doen een eerste screening, er komen risico's uit. Hè, en alles wat gewoon een oranje of een rood vlaggetje krijgt, hè, die moeten nog weer wat nader worden onderzocht. Maar de groene mogen in ieder geval door. De groene mogen inderdaad door. Je kunt natuurlijk ook, je hebt een eigen policy. Je kunt bepaalde vragenlijsten eraan hangen. Je kunt een vanuit de app kun je ook vragen van, kunt u uw identiteitsbewijs naar ons toesturen? Dan weten we echt dat u diegene bent. Je kunt gestuurde vragenlijst vanuit sturen. En daar kun je zelf natuurlijk helemaal bepalen van, welke vragen gaan we daarin zetten. Dus je kunt het heel simpel houden. We doen enkel een risicoclassificatie op basis van land en SBI en een compliance check. Maar je kunt daar ook nog als compliance officer wat verder in gaan en een vragenlijst toevoegen, bijvoorbeeld. En hebben jullie dan vooral de financiële instellingen als klant? Ja, we hebben veel accountants, veel banken, vastgoed, notarissen. En dat zijn eigenlijk ook wel de doelgroep, die zijn de doelgroep voor deze app. Dat is eigenlijk onze core business. Ja. Nou, dat is een brede doelgroep die je kan gebruiken. En wat jij ook vertelt klinkt effectief en ondersteunend. Dus succes ermee. Dankjewel.